Hey, je had Pieter Omtzigt heb je ontmoet in de talkshow op 1. Ja, zeker. Daar kwamen nog wat brieven over binnen van mensen die zeiden, hoe was dat? Nou ja, het is een alleraardigste man. Door, laten we zeggen, naar mijn idee, mismanagement van de presentator. Sven Kokkelman. Ja. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in zijn enthousiasme, want je begrijpt dat voor de talkshow host... was natuurlijk Omtzigt, was de topgast. Hè? Ja, net zoals die Zilgus dat een paar weken geleden was. Ja, omdat hij natuurlijk in het centrum van de belangstelling staat... en op een of andere manier probeert iets nuttigs te doen... voor de toekomst van het vaderland. Maar dat betekende wel dat Omtzigt in feite 2 maal de kans kreeg... om een riedeltje te houden over wat er allemaal niet mis was in Nederland... waar hij op zichzelf best gelijk in had. Maar 2 maal is wat veel... En het eind van het lied was natuurlijk dat ik veel te weinig tijd had om uit te leggen waarvoor ik was gekomen. Namelijk wat er niet deugt aan het populisme. Naar aanleiding van het boekje. Ja. Wat hij inderdaad geloof ik een fractie van een seconde even opgehouden heeft. Het boekje van Maarten ligt in de winkel. Ja, je hebt al die vragen die je ingestudeerd had, heb je nou niet gesteld. Hè? Nee, maar dat, ja, de tijd is op, Maarten. Ik kan ook niks aan doen. Dat is mijn noodlot in dit programma. Hè? Noodlot? Ik hoop dat ik dan nog eens een subsidie krijg. Waarbij dit programma dan een tweede helft krijgt, voordat de NPO is opgedoekt. Ook ja. Een fijn idee. Dan hebben we alleen die afschuwelijke en commerciële hebben we nog. Er wordt beter gekeken naar de NPO dan naar de commerciële. Nou, daar gaan we zo meteen ook even over doorbomen. Ik ken voor de hand jullie allemaal gezien van de NPO op de Dronten. Ik was daar niet 100% tevreden over. Want je zei ook, er zijn nog allemaal vragen voorbereid en die zijn niet gesteld. Precies, ja. Allemaal hele leuke vragen. Aangezien het boekje natuurlijk gaat over het Nederlandse populisme, zeg maar globaal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is natuurlijk veel ouder dan het huidige, alleen heeft het allerlei verschillende vormen. Je hebt linkspopulisme, je hebt rechtspopulisme, je hebt allerlei varianten. Maar goed, dat kwam er dus in feite niet uit. En dit was natuurlijk de zoveelste maal dat ik aan het eind kwam en ik dacht dat dat niet zo zou zijn, omdat er ook nog een tekenaar van geestige prenten aanwezig was. Ik denk, dan is die natuurlijk de uitsmijter, maar het resultaat was dat ik de uitsmijter was en ja, dat het bekende muziekje alweer begon te draaien voordat ik er min of meer op slag was. Ik had in het begin even de gelegenheid om iets te zeggen over een weer volkomen idiote tweet van Geert Wilders. Niet waar dat het land bezet was en ja, goed, de bekende... Ja, want dan wilde Omtzigt niet, ik heb het even teruggekeken, die wilde daar niet op reageren. Die bleef een beetje stil. Nee, die keek wel link uit, terwijl natuurlijk die tweet was voorkomen geschrift. Ja, dat is duidelijk dat die, ja, hij houdt daar natuurlijk zijn klassieke achterban, houdt hij daarmee bij de hand als het ware. En boos genoeg om invloed uit te oefenen. Geert Wilders is weer eens in de pen geklommen. Ik weet niet of je het al hebt gezien. Maar dit is het bericht dat hij vanavond de wereld instuurt. Ik kan die groeiende asielinstroom niet meer aanzien. Ons land is propvol. Het kost miljarden. We hebben een giga woontekort. En steeds meer dorpen en steden lijken bezet gebied. Nederland is onherkenbaar. Overal AZC's. Dat moet snel stoppen. 0 concessies. Ben er klaar mee. Hoe gaat u het weekend in? Nou ja, volgens mij gaan de onderhandelingen gewoon maandag weer verder. Ja. Ja, maar hoe leest u dit bericht dan? Tegen het licht van die onderhandelingen ook? Ik had me voorgenomen een enige mate van radiostilte te betrachten. Ik dacht dat jullie dat met z'n allen ook enigszins hadden afgesproken... met enige ruimte voor af en toe een politieke boodschap als er een debat zou zijn. Ja. Dit is toch een klassiek Geert gelul... Dorpen en steden lijken bezet gebied. Ik bedoel, waar haal je de ongelooflijke flauwekul vandaan? Deze lugubere onzin. Ja. En dat hij het niet afleert, want jij zit er nu mee. Dat je zo'n tekst met van een mede-onderhandelaar die niet goed bij zijn hoofd is. Dorpen en steden lijken bezet gebied. Ik bedoel, kom op. Maar de Europese verkiezingen zijn in ieder geval begonnen volgens mij. Ik weet niet. Ja, ik dacht eigenlijk wel dat hij een tweet uit zou doen met zijn nieuwe lijsttrekker, maar kennelijk... Nou, die heeft hij ook vanavond en hij heeft het verkiezingsprogramma waar hij trouwens zelf op de cover staat. Dat ziet er dan zo uit, dames en heren. Op 1 staat er ook nog, maar dan Nederland op 1. Even voor de zekerheid. Ja. Zeg Sven maar bij. Ja. Ja. Maar goed, help dit de onderhandelingen. Bent u het mee eens met dit standpunt? Ik zou deze tweet niet retweeten. Nee, dat is niet mijn manier om daarover te spreken. En helpt het de onderhandelingen?
Weet u, we gaan nu een verkiezingscampagne in. U houdt verkiezingsprogramma's omhoog. Ja. En een van de springende thema's bij deze verkiezingen is... Ja. Hoe we omgaan met het migratievraagstuk. Ja. Dus... En in Europa is dat ontzettend belangrijk. Ja. Daar wordt behoorlijk verschillend tegen aangekeken. Nou, dat heeft u net van de heer Van Rossum gezien. Ja. Dus dat politici er iets over gaan zeggen, dat lijkt me helder. Je kunt wel denken dat je met een regering aan het formeren bent... en politici niet vertellen wat ze met de verkiezingen willen. Maar dat is, ja, dat kun je niet vragen. Nee. Maar het was natuurlijk een tekst waarvan je echt denkt... Als de meneer die deze tekst gecomponeerd heeft... als die een belangrijke rol gaat spelen in het landsbestuur... dan zijn we toch wel, laten we zeggen, een lijn gepasseerd... die we beter niet hadden kunnen passeren. Je zei ook nog tegen Omtzigt, jij zit ermee. Ja. Hij zit ermee, maar ja, hij wou natuurlijk niks zeggen, dat begrijp je wel. Ook niet na afloop? Nee, eigenlijk ook niet. Hij hield ze natuurlijk enorm op de vlakte in zoverre dat hele onderhandelingsproces betrof. En ja, met als gevolg, er stonden allerlei stukken in de krant over zijn congres. Dat was de dag daarna, als ik het wel heb. De zaterdag daarna. En nou ja, op dat congres waar ze dan het programma hebben vastgesteld onder acclamatie. Maar ik begreep uit de krant dat het op dat congres maar over één ding ging. Namelijk de samenwerking met de PVV en wat dat precies te betekenen had. En ik zou zeggen, nou, daar kan er, ik zou mij wel wat scherper opstellen als ik Omtzigt was in dit geval. Overigens zei Kokkelman, waarom doen jullie geen podcast samen? Ik zei, nou, dat willen we best doen, een podcast samen. U stond op die partijlijst. En dat stond ben ik helemaal met u eens. En nogmaals, ik excuseer mij daarvoor. U hoeft zich niet te excuseren in een democratie. Nou, ik doe het graag. Maar het jullie moeten samen een podcast gaan maken. Samen een podcast. Ja, misschien, we hebben helemaal geen interview nodig. Nee. Dat zou leuk zijn. Voor de NSC zou dat wel een steuntje in de rug zijn. Nou, dan doen we dat. En dan maken we een keer een leuke podcast. Er is contact ook over met de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract. Nou, kijk eens even. Want dan kunnen we eventueel over deze zaken wat helderder en scherper doorspreken natuurlijk. Ja, ik had het idee dat ze daar wel voor open stonden. Als ik zelf iets met NSC had, wat ik niet heb op zichzelf, al is het naar mijn idee een serieus te nemen en sympathieke beweging, dat heb ik van het allereerste begin gezegd, van al die variété-artiesten die gepasseerd zijn in Nederland, in de Nederlandse politiek, zijn natuurlijk de enige die een klein beetje weet waar het over gaat. He, die een begroting kan lezen, die weet hoe het overheidsapparaat werkt, hoe wetgeving. Nou, kortom, hij heeft er verstand van. Omtzigt sprak je ook nog aan op de rol van de PvdA. Hè? Daar ging het op een gegeven moment over. Ja, dat ging over het feit dat ik 14 jaar geleden lijstduwer was. Nou, u zegt nogal wat. U zegt nogal wat als je denkt dat je als democratische politicus kunt zeggen dat de kiezers verkeerd gekozen hebben. Kijk, ze hebben natuurlijk altijd verkeerd gekozen, want 130 zetels zijn bij de verkeerde partij terechtgekomen. Dat kan ik ook zeggen. Maar zo werkt het niet in de democratie. Want nee, als je zelf overtuigd bent dat je zelf een beter programma hebt, mogen helder zijn. Daarom doe je mee in de verkiezingen. En daarom vind ik ons programma ook 10 keer beter dan dat van Wilders. En trouwens ook een stuk beter dan dat van GroenLinks Partij van de Arbeid. Anders was ik daar wel lid van geworden. Had ik ook geen andere partij opgericht. Maar het makkelijk om te zeggen van iedereen heeft zich vergist. Mm. Wat hier gebeurd is dat de partij in het centrum van de Nederlandse politiek 10, 15, 20 jaar lang niet geleverd hebben. Dus elk jaar werd gezegd door iemand die lijsttrekker bij de VVD was, dat de migratie minder zou zijn. Die kreeg 10 jaar lang kregen ze de minister of staatssecretaris die over de migratie ging. En 10 jaar lang is de migratie omhoog gegaan en zagen we geen maatregelen. En daar zou de Partij van de Arbeid geen eind aan worden gemaakt. En de Partij van de Arbeid kwam in 2012 ook met beloftes, het gaat elke dag een stukje beter, aan de macht. En wat deden ze? Ze hebben een belasting ingevoerd op betaalbare huurwoningen. Enig in de wereld. En ik zeg de Partij van de Arbeid heeft zijn eigen moment van zelfmoord gehad. Kennelijk is dat bij grote partijen tegenwoordig te doen gebruikelijk. Nee, maar ik noem dit de VVD moment heeft het vorig jaar gedaan. Ik noem dit moment, en ik snap dat u tussen mij door wilt praten, omdat u in 2012 op de lijst van de Partij van de Arbeid stond. Ja, daar heb ik enorme spijt van. Ja, maar het is wel een van de redenen wat daar gebeurd is, dat de middenpartijen
Overigens hadden ze hetzelfde aantal zetels gehad als ik niet geduwd had. Ja, maar het niet leveren in het centrum van de politiek op de dingen waar Nederland heel lang om gevraagd heeft. En dat gaat om, hoe kom ik rond? Kan ik een woning vinden? Is dat onderwijs van goede kwaliteit? Krijg ik later de zorg die ik wil hebben? En kan die migratie enigszins onder controle zijn? Ik begrijp precies waar u heen wilt, maar nu komt de vraag. En u kunt daar geen ander antwoord op geven dan wat ik ook zou geven. Gelooft u nou werkelijk dat de PVV en de deelname van de PVV aan een programmakabinet, of weet ik veel hoe het heet gaan, dat al die problemen gaan worden opgelost door de PVV, notabene, die zich in geen van die problemen ooit enigszins geïnteresseerd heeft, met name afgezien misschien van de migratie. En van de migratie, daar zegt u 50.000, het rapport zegt 60.000, het worden er gewoon 75.000. Maar mij gaat het veel meer om het kardinale verschil tussen een populistische traditie en een parlementair-democratische traditie. Ik heb een duidelijke parlementair-democratische traditie. En daarom hebben we die afspraak over de rechtsstaat gemaakt. Maar die rechtsstaat, daarvoor wordt iedere keer naar de PVV gekeken. Dat snap ik ook. Maar je mag ook kijken naar de afgelopen kabinetten over hoe ze substantieel rechter uitspraken niet uitgevoerd hebben. Dat is al jaren zo. Ja. Dus er zijn hier echt problemen. Daar heb ik al 300 keer over gezegd dat ik daar spijt van heb. En dat ik sinds die tijd niet landelijk op de PvdA heb gestemd. Aangezien ik zeer verontwaardigd was over de rol van de Partij van de Arbeid in het kabinet Rutte 2. Hoe gaat het dan met Omtzigt na zo'n uitzending? Ga je dan nog even met hem napraten? Is hij dan wel wat? Dus we hebben even over dit podcast idee gehad. En we hebben telefoonnummers uitgewisseld. En ik zei nou, god, als het stof wat neergedaald is en we hebben wie weet wat zich in de komende weken voordoet, laten we dan daarover een afspraak maken. Nou, daar was hij af voor. Het alleraardigste man. Maar hebben jullie ook op inhoud nog? Kijk, dat hij zich op de vlakte houdt, dat begrijp ik wel. Alleen, ik zou toch een scherpere koers varen. Omdat je gewoon niet alles, al die lulkoek van Geert niet aan hoeft te laten praten, toch? Bezet dorpen en steden bezet. Ik bedoel, hoe kom je erop? Neem je het Omtzigt nou kwalijk dat hij dit mede mogelijk maakt? Want dat hebben andere partijen ook gezegd. Ik heb er begrip voor, maar ik vind het niet verstandig. Waarom heb je er begrip voor? Nou ja, dat hij natuurlijk met die onderhandelingen voort wil. En niet. Kijk, hij is van nature niet iemand die het scherp stelt. Laten we wel wezen, ik ben dan van nature wel iemand die het scherp stelt. Wel hopelijk in overeenstemming met de werkelijkheid. Maar hij kan ook zeggen, ik doe gewoon niet mee aan de onderhandelingen. Ja, dat zou ik vanaf het allereerste moment verstandiger hebben gevonden. Te meer omdat hij in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november steeds heeft gezegd dat hij absoluut niet met Geert in zee wilde. En ja, nu is hij natuurlijk toch in zee gegaan. En weliswaar is het natuurlijk de aarzeling straalt eraf. Nee, Omtzigt is natuurlijk. En dat straalde hij op een heel voortreffelijke wijze uit. Vanaf het allereerste moment straalde hij uit dat hij liever niet met Wilders ging samenwerken op de traditionele manier van de parlementaire democratie, omdat hij hem voor geen cent vertrouwt. Is dat vertrouwen inmiddels? Nee, dat hoeft hij niet op te beantwoorden. Dat begrijp ik wel. Dat is mijn interpretatie, die is juist. Maar ik kan me best voorstellen dat hij daar niks over wil zeggen. Maar hij staat toch, als je nou de zeemetafoor wil voortzetten, hij staat toch tot zijn knietjes in het water. Hij is niet op het strand blijven staan. Hij is met moeite het water ingewaad. Maar dat kun je nu eigenlijk nog niet zeggen, want je weet niet wat hij er inhoudelijk uithaalt. Nee, ik geef toe, we weten nog helemaal niet of er een kabinet komt en hoe dat eruit gaat zien. En welke punten hij daarin kan zetten die hij graag door wil voeren. Dat zou kunnen. Dus ja, vanuit zijn perspectief. Kijk, dat hij zich anders uitdrukt dan ik in een talkshow, dat ligt voor de hand. Ja. Ik heb geen politieke verantwoordelijkheid. Ik kan hoogstens zeggen wat ik vind van de Nederlandse politiek. Mm. Hij draagt een aanzienlijke verantwoordelijkheid in deze situatie. Ja. En we weten niet hoe dit af gaat lopen. Al is bij mijn weten het algemeen gevoelen in Den Haag dat er wel een kabinet uit zal rollen voordat de zomer daar is. Die twee begeleiders, die informateurs, heb ik ook wel het idee. Ja, dat wat was een fijne stemming en zo. Maar je had het denk ik fijne stemming. We fietsen omhoog of zoiets, zeiden ze. Ja. We zijn goed op koers. Ja, oké, nou, ik wens ze veel voor sterk. Half mei moet er een begin van een nieuw kabinet zijn, las ik ergens. Ja.